Dat is mijn beslissing en de zaak is afgedaan. Kijk, en dan komt het hier naar binnen. Ja. Het is nog vochtig, hè? Ja, dus nog 80% vocht. En waar zijn de vogeltjes nu? Die zitten hier. Nou, dit is de plek dan waar de vogeltjes dood lagen. Ja, maar dat is toch raar? Hoe kunnen ze dan dood in het water vallen? Nu is dit voor ons het laatste redmiddel. Ik zeg tegen mevrouw, ik stop met alles, maar hier heb ik geen zin meer. Ik ben onderweg naar Rinus en Christiane Moerkes uit het plaatsje Stijn. Deze rasechte Limburgers wonen al sinds 1988 in een heerlijk huis waar Rinus genoeg ruimte heeft voor zijn grote passie. En dat zijn namelijk de siervogels. Het enige nadeel aan het huis is eigenlijk de brandgang die achter het huis langsloopt. Bij zware regenval komt daar zo'n enorme plens water in te staan dat ze ook binnenshuis de voeten niet droog houden. Nee, eigenlijk ik slaap zo nooit rustig. Nee, rustig slapen doen we als eigenlijk. Als het hard regent sta ik vaker. Dat, wat ga je nu? Ik ga kijken even of het niet overloopt. Rinus en Christiane vinden dat de woningbouwvereniging verantwoordelijk is voor alle problemen. Die zou namelijk niets hebben gedaan om de wateroverlast te voorkomen. Ik zeg met nadruk dat de nattigheid achterom dat een probleem is dat zich maar heel enkele keer voordoet. Maar als afgelopen zomer tijdens een enorme hoosbui de hele kelder weer blank staat, is de maat helemaal vol. Er moet nu iets gebeuren voordat de emmer echt overloopt. Nou, als het regent hier, dan komt het water van daarboven. En van de achteren, hier woon ik net in een kuil. Wij wonen net in het diepste punt van de hele brandgang. En alle water stroomt dan bij mij achterom. Zodoende, ja, ik weet het zelf ook allemaal niet meer. Want ze sturen je van het kastje naar de muur. We lopen nu de brandgang in. Ik ga niet ontkennen van er is geen sprake van water in brandpad of wateroverlast. Alleen, hoe vaak komt dat voor? Als het 1-2 dagen achter elkaar regent, ja, dan staat het helemaal blank. En dan is mijn stelling van, nou, het is een incidenteel iets. Het komt maar heel af en toe voor. Er zitten vaak jaren tussen. Ja, je staat bij elke regenbui. Dan is dat van, oh, het gaat regenen, we moeten naar huis. Oh. Dan staat het meteen vol. Dan is dat binnen een half uur stroomt het achterom. Want we hebben al de brandweer hier gehad om voor het water weg te krijgen. Omdat het laagste punt was, hebben wij daar in 1990 al een grindkoffer aangelegd. En dat is genoeg. Dat is een goede oplossing. Dat is de zinkput waar alle water eigenlijk in moet lopen. Ja. Maar het loopt er ook wel in, maar tot een bepaalde hoogte. En dan is die vol. En dan beginnen de problemen. Wij wonen hier wel heel prettig. Ja. De kinderen zijn hier groot geworden. Het is gewoon gezellig ouderwets wonen. Even naar buiten, even praten met iedereen. Dat is voor mij heel erg belangrijk, omdat ik niet ver weg kan. Als dit zo blijft, zoals het nu is, dan moeten we noodgedwongen de woning wegdoen. Nu is dit voor ons de laatste, het laatste redmiddel. We zijn er. Dit is de Woeringenstraat in Stijn, in het mooie Limburg. En het is hier de afgelopen dagen behoorlijk rot weer geweest. Er is veel water gevallen. Dus ik ben heel benieuwd wat ik aan ga treffen. Ze wonen op nummer 27. Goedemorgen. Goedemorgen. Rinus. Rinus Moerkens. Victor. Hallo. Normaal gesproken beginnen we al met een kop koffie. Ja. Maar eigenlijk wil ik zo snel mogelijk met jou eerst even naar de plaats Delict. Prima. Naar de brandgang. Vind je dat goed? Prima. Dankjewel. Oh, alsjeblieft. Gewoon rechtdoor. Oh, je hebt een mooi tuintje. Dankjewel. En ik hoor de vogeltjes fluiten. Ja. Eerst de vrouw des huizes. Hallo, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Nou, u ziet er lekker bij zo. Heerlijk. Goedemorgen. Mooi, Christiane. Victor. Christiane. Met de Limburgse fly. Met Limburgse fly. Op tafel, een warm welkom. Dit is de beruchte brandgang. Ja,
En dit is een gang die eigenlijk is aangelegd zodat... Dit is een overpad, zeg maar. Maar wat gebeurt er nou precies als het heel hard geregend heeft? Nou, dan lopen van daarboven... Je ziet ook dat er hier een kuil is. Ja. En daar hetzelfde. Dat loopt allemaal hier bij elkaar. En dan, als het allemaal hier vol is gelopen, ja, dan lopen bij mij achterom ook. Dan loopt het gewoon uw tuin dan in? Dan loopt het echt naar binnen hier, ja. Wat een ellende. Ja. Meester Visser prima. Gaat dit straks met de expert uitgebreid prima. Onderzoeken. Prima. Dan komen we er vanzelf achter waar het euvel vandaan komt. Jongens, fly. Lekker. En... Ik hoop dat het genoeg is voor ons drieën. Ik denk het wel. Welke had u graag? Lekker een stukje van die. Eens even bij het begin beginnen, jongens. Want zeg je. Hoe lang wonen jullie hier nou? Wij wonen hier sinds 1988. Wanneer zijn de problemen met het water begonnen? Al heel in 1988. Vlug al heel eigenlijk vlug vanaf het begin? Vanaf ja. Het begin, ja. Dus jullie zitten al... 28 jaar met water. Ja. Is er sinds 1988 dat jullie hier wonen al eens een keer grof onderzoek gedaan... Nee. Naar wat nou het probleem is? Nee, nooit. Wonenvereniging doet helemaal niks. Nog nooit? Nog nooit. Nee. Je wordt van kastje naar de muur gestuurd. Daar kunnen wij niks aan doen, dat is jullie probleem, zeggen ze dan. Maar dan denk ik, in 1958 zijn deze woningen gebouwd. Maar in 60 jaar is niemand tot het idee doorgekomen van... er moet toch iets gebeuren. Vogels zijn voor jullie heel belangrijk, hè? Eigenlijk voor hen belangrijker dan voor mij. Maar als ik buiten zit... vind ik het heerlijk voor daarnaar te luisteren. Ja. En nou heb ik begrepen dat het ook een paar keer flink is misgegaan ja, met de vogels. Ja, buiten de eerste ja. keer. Ja. En wat is er toen gebeurd? Er stond de volière helemaal voor water zo hoog. Van 20, 30 centimeter. De vogels. Ja, dat is mijn grote passie. Maar ja, als je dan ziet en je komt onder, hier ligt dan alles dood. En ja, nu in de kelder, ja, dan gaat de zin over. Want ik zeg tegen mevrouw, ik stop met alles, want hier heb ik geen zin meer in. Nou, hier lagen mijn vogeltjes dood in het water. Hier stond 15 centimeter water tot 20 centimeter water in de kelder. Daar had ik veel geld aan uitgegeven. Die kost rond de 120 euro, het koppeltje. Ik heb met tranen in de ogen hier gestaan. Toen dat allemaal daar dood lag. En wat betekenen die vogeltjes voor jou? Heel veel. Dat is mijn hobby. Ja. Ik kan me voorstellen dat het een enorme rotdag ja. is geweest. Ja. Ja, was het ook. Ja. Wat doet het hele verhaal met jullie? Enorme woede. Gewoon woede. Enorme woede, ja. Ja. Woede en verdriet? Ja. 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 Wat een verdrietige situatie, jongens. Nou komt meester Visser straks natuurlijk de boel bekijken. Hebben jullie goede hoop dat er een oplossing komt? Ja, ik wel. Ik niet meer. Nee. Ik had dat eerst in het begin wel, maar... Nee, ik heb daar geen goed gevoel mee. Waarom niet? Ik weet het niet. Je bent een beetje aan het einde van je Latijn, volgens mij. Ja, hij wel. Ik zie hier twee hele verdrietige mensen zitten. We gaan vandaag met meester Visser proberen de zaak op te lossen. Ja. Wat is jullie eis? Eisen is een heel goed woord hier in Limburg. Maar zo heet dat bij een rechtszaak. Ja, dat klopt. Dus vandaag klopt. Is de eis. Oké, okay, de eis. De eis is goed dat het water niet meer achterom komt. Ja. Heel duidelijk. Jullie zien mij straks terug als meester Visser gearriveerd is. Tot die tijd neem nog een kopje koffie. Doe eerst prima. Dank jullie wel. De familie Moerkens is dus van mening dat de woningbouwvereniging verantwoordelijk is voor de wateroverlast. Maar iets zegt mij dat die daar heel anders over denken. Ik ben benieuwd. Goedemiddag, mevrouw. Hallo. Ik ben Victor van het programma Meester Frank Visser doet uitspraak. En ik heb een afspraak met de directeur, meneer Smitsmans. Ik zal hem even bellen, ja? Dank u wel. Goedemiddag. Zo, goedemiddag. Middag.
Victor. Welkom bij Maaskant Wonen. Karel. Dank u wel. Zullen we even een plekje zoeken waar we even rustig kunnen kletsen? Boven een prima plek. Dus. Dank u wel. Volg ik u. Zo, kijk, neem plaats. Keurig kantoor. Beter dan bij de familie Moerkens op het moment. Was dat zo? Oh. Nou ja, het is hier in ieder geval droog. Ja, ja, ik hoop dat ze het inmiddels ook droog hebben, moet ik ze eerlijk zeggen. Dus. Op dit moment is het redelijk droog, maar het is eigenlijk gewoon wachten op de volgende bui. Dat is op dit moment wel de situatie. Dat is een beetje het gevoel wat zij hebben. Nou, ja, ik denk dat het meer is dan alleen hun gevoel. Ja, ja. Dat het ook echt wel daadwerkelijk de praktijk is. Bent u zich bewust van de wateroverlast die ze daar hebben? Nou, het probleem is bekend. Alleen is onze insteek, onze keuze, of ons standpunt is eigenlijk... de vraag is of ze bij ons moeten zijn. Want meneer en mevrouw Moerkens hebben het huis van ons gekocht, hè, in 2007. Dan heb je als koper een eigen verantwoordelijkheid. Ook voor het achterliggende brandpad. Hè. En daar komt nog bij dat meneer en mevrouw Moerkens op de hoogte waren van het probleem. Je woont sinds 1988 in een woning. Vervolgens in 2007 koop je de woning, 19 jaar later. Dan koop je dus een huis in de wetenschap van het kan hier wel eens een keer misgaan. In 2007 hebben jullie het huis nu dus gekocht. Ja. En toen hebben jullie niet gedacht van joh, we laten eerst dat waterprobleem oplossen voordat we het kopen. Nou, dus eigenlijk, we hadden er helemaal niet bij stilgestaan dat wij dat erbij zouden krijgen. Toen we het contract gingen tekenen bij de notaris. Toen kwamen we pas te horen tot de helft van de brandgang van ons was. We kwamen bij de notaris en dan kreeg je een hele akte voorgelezen. En dan opeens vertelt die meneer van, ja, luister, jullie kopen ook de helft van de brandgang. Nou, ik voel me eigenlijk bedonderd. En nu zeggen ze gewoon, dat is je eigen verantwoording. De brandgang, de helft is van jullie. Ja. Ja, en dat vind ik dan zo dom. Ja. En waarom vinden jullie nou dat de woningbouwvereniging dit probleem moet oplossen? Nou, gewoon, ze hebben ons dit verkocht. Ze wisten wat er gaande was. En al langer gaande is. En ze hebben ons eigenlijk gewoon met een kluitje in het riet gestuurd. En nu hebben we zoiets van oplossen. En nu we het gekocht hebben, zeggen ze, ja, het is jullie probleem. Jullie hebben het huis gekocht. Dus, maar van tevoren was dat probleem er ook al jaren. En dat deden ze er gewoon, deden ze naar ze gek waren. Maar luister, althans, je kunt ook de zaak omdraaien. Je moet ons nu niet aansprakelijk stellen voor zaken waarvan je al jarenlang wist dat ze bestonden. Maar dan zeg ik het even opnemen voor de familie Moerkens. Waarom is er dan tussen 1988 en 2007 eigenlijk zo weinig gedaan toen ze het nog huurden om het probleem op te lossen? Want toen speelde het probleem ook al. Ja, de vraag is of er toen een echt probleem was. Want ik weet zeker dat in die periode dat er slechts incidenteel sprake was van wateroverlast. Dat is één. Punt twee is, aan dat brandpad liggen meerdere eigenaren. Dus meerdere mensen die ook verantwoordelijk zijn voor een stukje van dat brandpad. En als je dan vervolgens één van de eigenaren, Maaskant Wonen, aansprakelijk stelt voor het probleem, dan zeg ik, dat klopt niet. U kunt wel naar ons bellen, u kunt klagen. Maar de vraag is of u bij ons aan het goede adres bent. Dan hebben we ook nog te maken, en ik weet dat dat misschien niet uw pakje aan is, maar het zorgt er wel voor dat ik heel graag zou willen dat deze zaak opgelost wordt, is dat er een groot verdriet heeft plaatsgevonden in het verleden. En nog vent. Wat een verdriet, jongens. Komt dat allemaal vanwege de situatie? Ook. Maar niet alleen maar. Wat speelt er nog meer? Bij ons is een zoontje verdronken. Dus gewoon het idee van verdrinken, water oké, in een fontein of in een zwembad, prima. Maar ons is een zoontje verdronken en dat... En wanneer is dat gebeurd? In 1990 al. Maar dan vervolg je de rest van je leven. En dat... Ja. Dat... Wat vreselijk voor jullie. Ja. Dat vergeet je hele leven natuurlijk niet meer. Nee. En
En daardoor hebben jullie zo'n hekel aan water gekregen, ja, eigenlijk? Ja, dat klinkt misschien voor bepaalde mensen heel stom, maar... Het begrijp dat. Ja. Het bleef. Ze hebben een kindje verloren door verdrinking. Mm-hmm. En elke keer als er of vogels verdrinken of hun huis staat onder water... Mm-hmm. Dan worden zij, zeggen zij zelf, geconfronteerd met dat verdriet. Ja. Nou, laatst wat u vertelt was mij niet bekend. En dat maakt het begrijp ik ook. Bijzonder vervelend. Maar goed, als je wat zakelijker en dan misschien met een beetje een juridische bril naar het verhaal kijkt... dan liggen de verhoudingen net iets anders. Wij zeggen eigenlijk van nou, ik vind dat Maaskant Wonen niet als enige partij aan zet is... Ja, en dat zou u dan graag van meester Visser zwart op wit willen? Ja, aansprakelijkheid hoort niet bij Maaskant Wonen thuis. Duidelijk. Meester Visser komt straks kijken. Ik zie u straks bij de familie Moerkens. Graag. Dank u wel voor nu. Dank je wel. We hebben er van dat typisch Hollandse weer bij. Het zonnetje heeft al even geschenen, maar er zijn ook al een paar buien gevallen van dat weer... waar Rinus en Christiane normaal gesproken eigenlijk al wel van in de vlekken schieten. Ik ga beide partijen erbij halen. De directeur van de woningbouwvereniging staat keurig al op zijn plek. Goedemiddag. Wacht u hier, ga ik Rinus en Christiane halen. Rinus. En Christiane, hartstikke Hallo. Goed. Komen jullie naar buiten met me mee? Ja, wij komen. Graag. Dan gaan we linksaf, want de directeur van de woningbouwvereniging staat daar te wachten. Goedendag. Rinus Moerkens. Goedendag. Hallo. Komen jullie er even bij staan? Ja. De directeur van de woningbouwvereniging, die hebben jullie al wel eens geprobeerd te contacten in jullie noodkreet met de wateroverlast, maar dat is eigenlijk tot nu toe nooit gelukt. Nee. Krijg je man niet aan de telefoon. Nee. Dat is de andere mensen, denk ik. Nee. Je wordt gewoon al aan de telefoon al opzij geschoven, zeg maar. Ja. Terwijl het nog niet eens bij de directeur komt. Dat vond ik diep treurig. Wat zou je tegen hem willen zeggen? Tot dat probleem wordt opgelost. Ja. Zou u willen proberen voor dat probleem op te lossen? Want we zijn er al heel lang mee bezig. We zijn er al 28 jaar mee bezig. Ja, ja. Voor mij is de brandgang zeer belangrijk, omdat ik met mijn scootmobiel... Achterom moet. Helaas gaat het via de zijkant niet. Vakantie zit er door mijn handicap op het ogenblik ook niet in. Dus is onze tuin, met alle vogeltjes, is voor mij de vakantie. Met z'n tweeën natuurlijk oké is. U heeft een stukje van het achterpad meegekocht. Ja. Maar tegelijkertijd hebben heel veel andere kopers ook een stukje van het achterpad meegekocht. Klopt. En dat maakt het ingewikkeld, omdat vanaf nu, vanaf jaren geleden moet ik zeggen, is brandgang eigenlijk eigendom van heel veel mensen tegelijk. Ook een stukje van ons. Dat zijn toch niet zoveel, geloof ik. En van de woningbouw, en van andere huurders. Ik heb zo het idee dat de woning... Nu wordt alles te koop gezet. Ik heb zo het gevoel van, we moeten dat kwijt, dan zeggen we van, dat doen we af. U stelt ons aansprakelijk, dan zeggen wij van, ja, de aansprakelijkheid ligt toch wat ingewikkelder. In feite, dat gaan we vandaag uitzoeken. Ja, en dat is natuurlijk vandaag de vraag ook aan de rechter om te kijken wat er aan de hand is en hoe je het zou kunnen oplossen. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag, meester Visser. Mag ik u voorstellen aan Christiane. Rinus Moerkens. En Rinus, die wonen hier op nummer 27 en dit is de directeur van de woningbouwvereniging. Ja, daar woont u. Ja. Daar wonen wij. Gevalletje ernstige wateroverlast. Dat heb ik begrepen, ja. Maar waar ligt de verantwoordelijkheid? Dat is eigenlijk de vraag vandaag. Ja. Nou, dat gaan we uitzoeken. Ja. Maar eerst wil ik wel even gaan kijken. Ja, dat kan. Heeft u mij nog nodig, meester Visser? Ja, graag. Want we willen straks een waterproef doen. En zou ik graag hebben dat jij me daar even bij helpt. Dus komt goed. Ga ik niet heb te de ver telefoon bij me. En dan bel ik. Ja? Tot succes. Straks. Ja. Dus die kant op, hè? Moet ik meelopen? Ja, u moet meelopen en alles vertellen aan meester Visser wat u kwijt wilt. Nou. U mag ook mee hebben, ja. Oh, hier vallen de lazen aangetrokken. Ja, dat is verstandig. Nou, hier is het dus allemaal gebeurd. Ja. Dag, meneer Borges. Fijn dat u er ook weer bent. Ik ga even met hem een beetje kijken hier. Dus dit is allemaal grind. Dus hier kan het water weg. Hier kan het water weg, ja. En tot hoe hoog stond het water? Tot dat zwarte daar. Oké. Ja. En dan stroomt het die kant op? Ja. Ja. Oké. Kijk, en dan komt het hier naar binnen. Ja. Het is nog vochtig, hè? Ja, dus nog 80% vocht.
En waar zijn de vogeltjes nu? Die zitten hier. Nou, dit is de plek dan waar de vogeltjes dood lagen. En die ran. Het water is hier... Hier gewoon naar binnen gelopen. Lagen de vogels dood in het water. Ja. Hoe kunnen ze dan zo dood in het water vallen? Ja, dan moet je... Die hebben ze misschien gedacht, ik kan me wassen. Oké. Okay. Nou. Ja. Ik zie het. Ja, dat is... Loop je maar. Nou... En dan ben ik hier en dan gaat de zon schijnen. Ja. Ja, meneer Borg, wat gaan we doen? Want we moeten even hier achter kijken, hè? Ja. Oh, er staat water, zie ik. Nou, een klein beetje. Klein beetje nog. Klein beetje. Ik dacht zo door die deur heen dat het blank stond, maar... Nee, oh, dat is nou, maar... Een heleboel bij ons nog. Dit is het pad. Dat loopt nog niet. Ja. En ligt hier dan die beruchte... Zinkput. Dit is de zinkput, ja. Ja. Zinkkoffer. Ja. 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 Nou, we gaan het proeven. Ja, ik heb wat water meegenomen. Een beetje. Een beetje. Oh, kijk. Ik heb 18.000 liter voor u. Zo. Is dat genoeg? Er heeft ook af en toe gier in gezeten. Oké, okay, dus de eerste wat eruit komt, dat moet even doorspoelen. Er zou een luchtje aan kunnen zitten. Er zou een luchtje aan kunnen zitten. Stel ik voor dat ik... nou, dit is... Ik trek al aan de hendel zodra ik een seintje van u krijg. Ja. Duizend liter water zou in principe genoeg moeten zijn om hier de hele buurt blank te zetten. Victor, hij kan. Laat alles maar lopen. Laat alles maar lopen. Ga ik doen. 1, 2, komt hij aan, hè? Ja? Het loopt redelijk rustig. Het is niet, ik zal maar zeggen, tot een bijbelse zonsvloed. Nee. Dus, maar je ziet dat als het gewoon regent, loopt het ook zo, hè? Ja, zullen we maar even volgen dan? Ja, precies. Ja. Ja. Ik vond het heel erg spannend toen ik dat water zag komen. Er is iets van 9 of 10 kuub de brandgang ingestroomd. Ik kan moeilijk zeggen hoe zich dat verhoudt tot een regenbui. De situatie zoals het nu gebeurd is met die watertank is heel realistisch. Dus het begint nu al bij de drempel een laagje te staan. Ja. Ik denk dat hij toch wel een beetje zoiets had van oei, dit is dit anders hij niet. Als verwacht. Nu kon hij dan niet meer in, want nu ziet hij wat de klachten bij ons zijn. Hoe ver bent u met het water? Ik zal eens even gaan vragen. Ja. Hoe leeg die is? Nou, maar hij begint nu wel onder te lopen hier. Dat is, ja, daarom. Krijg nu wel. Ja. De proef loopt goed. Het is natuurlijk een triest onderwerp. Maar we zijn er nog niet. Nee. Hoeveel zit er nog in? Nou, we zijn nog niet op de helft. Oké. Okay. Heb ik net even gevraagd. Kan er wat kracht achter? Ja, dit is... Kan er meer kracht achter? Ja. Oh. Dan ga ik hem wel in de gaten houden, hoor. Ja. We zetten er nou iets meer kracht achter. En dan zou het maar zo kunnen zijn dat het opeens hard gaat. En dat willen we niet. Ja, het volgt nu echt het pad op. Het gaat nu echt lopen. Oh, kijk. Ja, precies. Nou wordt die ding is pas getrokken. En kijk, hier is... Die grindput. En hier is het dus een. Ja. Dus er hoeft hier niet eens zoveel water te staan, wil je al. Ja, inderdaad. Maar je vangt toch wel behoorlijk wat water op. We hoopten natuurlijk dat die put zou verzadigen. En dan kun je eigenlijk zien... hoe het gaat. Kunt u even naar Victor roepen dat het stopt? Kan ik hem dicht doen? Oké. Okay. Ik ben blij dat jij er bent. Hij is dicht. Maar blijf maar even stromen nog. Ik heb het idee dat het nu pas op gang komt. Ja. Nou. Ja, ik zie het al. Ik was even weg en het is volgelopen. Maar deze bak is nu vol en nu kan er niks meer bij. Ik was al blij dat op het laatst toch de put verzadigd was. En dat was ook heel vlug. Nou, we hebben hier wel genoeg gezien. We gaan naar de Stadsbroekermolen en dan gaan we de hoorzitting houden. Ja, ja. Prima. Prima. Ja, want ik ben wel monter en opgewekt, maar ik zie het probleem. Ja. Dat moet u echt van me aannemen. Ja? Tot strakjes. Goed dat u de laars aan had, hè? Ja. Welkom, we zijn hier in Sittard in Stadsbroekermolen.
En aan de orde is de zaak tussen de familie Moerkens en de woningstichting Maaskant Wonen. Vandaag vertegenwoordigd door meneer Smitmans. Wanneer liep het voor het eerst onder, uw achtertuin? Dat is ook in 1988 of 1989 al geweest. Ja. Eigenlijk al snel. Dat pas eigenlijk onder, ja. Heel snel al, ja. Liep die voor. Hoe vaak is het nou gebeurd? Van toen tot nu? Wat het echt onderliep? Nou, elk jaar toch wel. Een keer of drie, denk ik. Drie, vier keer. Dat de hele tuin onderliep? Dat de hele tuin onderliep. Het vreemde is dat in ons dossier niet of nauwelijks iets terug te vinden is over nattigheid vanuit het achterpad. Maar als ik hem mag onderbreken, de woningbouw heeft zelf een grindput gelegd. Ja, er is in 1990 is dat grindkoffer gelegd, aangelegd. Dan moeten er toch klachten zijn geweest? Ik kan het niet in het dossier terugvinden, maar ik mag aannemen dat er een verband bestond tussen nattigheid en het aanleggen van het grindkoffer. Ja. Maar we hebben, als u mij daarna vraagt, geen beeld van een regelmatig terugkerend probleem met water. Hoe kan ik dat rijmen met uw verhaal dat het elk jaar onderloopt? Nou, de laatste keer heb ik ook gebeld. Toen zeiden ze van, als de mensen allemaal bij elkaar leggen voor een riolering, dan komt dat wel goed. Daar heb ik nog gezegd van, als mensen wat te droog hebben, ja, die gaan daar niet voor betalen natuurlijk. En we hebben vaak genoeg gereageerd, maar je wordt gewoon afgeschreven, zeg maar. Nou ja, laat me daar maar eens even mee beginnen. U was geen gelukkige huurder. Nee. En toch koopt u dat huis? Ja. Verklaar uw nader. Door... U heeft geen kat in de zak gekocht. Want u wist het. U heeft een kat gekocht. Ja, maar wij wisten niet dat wij de brandgang erbij moesten kopen. Dat wisten we niet. Dat wisten we helemaal niet. Dat hebben we bij de notaris even voor het tekenen gehoord. Even voor de akte gedaan was, vertelt de meneer van... ja, de brandgang kopen jullie voor de helft erbij. Dat hebben we meteen gevraagd. Is dat zo? Ja. Want ik heb gezien dat er is ook een week eerder... heeft de notaris een conceptakte opgemaakt. Acht dagen eerder. En daar stond het al in. Dat heeft u al kunnen lezen. Ja. Of het is u niet opgevallen misschien. Dat denk ik eerder. Maar we hebben het daar echt pas als eerste gehoord. Ja. Ja, want voor de mensen thuis ook even die het misschien niet helemaal snappen... u bent eigenlijk aan het verkopen. Een groot deel van de Woeringenstraat staat op de zogenaamde verkooplijst... Ja. En dat wil zeggen dat wanneer een woning vrijkomt... dat die te koop wordt aangeboden. Ja. Of de zittende huurder kan de woning kopen. Ja, u koopt dat. Heeft u wel beseft, als je een woning koopt... dat je dan ook alle risico's draagt? Ja. Van de woning wel. Kijk, vroeger toen alles huur was... was het eigenlijk één groot perceel. En het was eigendom van de woningbouw. En toen gingen er toen werden de huizen verkocht. En met het huis... gaat er ook een stukje van het pad daarachter mee. En dan komt het. Bij de notaris is daarover het volgende vastgelegd. De notaris verwijst naar een akte van 1966 al. Dus het was niet helemaal nieuw. En er staat in, ter bestendiging van de bestaande toestand... achter de panden Woeringenstraat 1 tot en met 95... wordt ten behoeve en ten laste van die percelen als heersend erf, et cetera, bla bla... de erfdienstbaarheid van voetpad gevestigd... om te gaan van en naar de Damiatenstraat en de Woeringenstraat. Met andere woorden, er is een erfdienstbaarheid van voetpad gevestigd. Dat betekent, van wie de grond ook is, je moet voetgangers overlaten. En nu komt het. En waarbij het onderhoud van gemeld voetpad... komt voor rekening van de onderscheidende eigenaren. Met andere woorden, alle eigenaren moeten samen dat voetpad onderhouden. Ook het onderhoud is een gezamenlijke verantwoordelijkheid... Maar de onderhoudsverplichting ligt bij de onderscheiden eigenaren. Dat vooropgesteld. Maar u bent de grootste eigenaar. Wij zijn eigenaar, dat klopt. Ja. Nou, ik heb eens even zitten tellen wie er allemaal aan dat pad zitten. Ik kwam bij elkaar op 86 woningen. Er zijn dus een aantal eigenaren. Maar meer dan de helft van de percelen is een eigendom van de woningstichting. En dan zegt u, ja... Het is niet onze verantwoordelijkheid alleen, er zijn ook anderen. Maar ja, wie moet dan het voortouw nemen? Dat is een hele lastige. Het maakt het ook zo complex. Want als je meerdere eigenaren hebt en je wilt samen iets doen... dan is het bijna niet mogelijk om dat met elkaar ook af te spreken. Omdat ook de belangen heel verschillend zijn. Als je 20 meter verderop woont, dan zul je misschien zeggen... van, nou, het zal mij wat schelen, ik doe er niks aan. Is hier iemand die daar woont aan het pad en die zegt... ja, maar hallo, ik vind het niet eerlijk als ik moet betalen... De mevrouw met de hoed, u bent ook eigenaar? Ook eigenaar. Ja, wat vindt u ervan als u zou moeten meebetalen? Ja, een beetje gekke werk. Gekke werk, ja. En u komt nooit op het pad? Ik kom wel eens op dat pad, maar
Ik heb ook honden, dus die moeten ook uitgelaten worden. Ja, ja. Maar als het nou bij hun zo onderloopt en dat niemand er meer voorbij komt. Dan moet je omlopen. Ja, moet je omlopen, ja. Nou, duidelijk, we zien ook onmiddellijk waar. Dank u wel, hoor. Het probleem zit natuurlijk. Probleem, ja. Ja. Maar goed, er is ook nog een ander punt. En dat is de oud-Hollandse rechtsregel. Wie het water deert, die het water keert. Met andere woorden, leg maar zandzakken voor de deur. Zoek het maar uit. Dan loopt het op een andere manier. Nee, wat ze eigenlijk willen zeggen, dat de bedoeling daarvan is... je buren zijn niet verantwoordelijk voor jouw wateroverlast. Nou, laten we eerst even... Ja, ik kan het grappen. Ingenieur Peter Borgers, onze deskundige vandaag. Ja, is er een oplossing? Is er een technische oplossing? Ja, dus uiteraard, voor alles is een oplossing. Je zou de put die er nu zit dieper kunnen maken. Zorgen dat die echt het water wel gaat afvoeren. Maar één grindput? Nee. Je moet eigenlijk in de straat meerdere zien te maken. Dat je het op meerdere plekken al opvangt. Duidelijk. U zegt... de woningstichting die moet alles regelen. De woningstichting zegt... alle eigenaren moeten samenwerken. Maar toen we geen eigenaar was, was het hetzelfde. En dat reageerde ze ook helemaal niet. Nee. Want dit is ook of de neus bloedde. Nou, wie is verantwoordelijk voor oplossing van het probleem? Nou, dat is een vraag die ik kan beantwoorden. Dat ga ik doen. Dat doe ik niet nu. Ik ga er nog even over nadenken. En dan kom ik straks terug en dan zal ik het u vertellen. Dank u wel. Ja? Dank u wel. Ja, je staat bij elke regenbui, dan is dat van, oh, het gaat regenen, we moeten naar huis. Ik heb met tranen in de ogen hier gestaan, toen dat allemaal daar dood lag. Maar vanochtend had ik met jou al het gevoel dat je sowieso heel weinig vertrouwen nog in de mensheid hebt. Ja, dat heb ik wel, ja. Dat heb je echt, hè? Dat heb ik nu nog. Ja. Wat denkt u dat meester Visser zo meteen zal besluiten? Wanneer hij een juridische afweging gaat maken, en dat verwacht ik... Dat doet hij. Dan zal hij de aansprakelijkheid van Maaskant Wonen afwijzen. Als dit zo blijft, zoals het nu is... dan moeten we noodgedwongen de woning wegdoen. Dames en heren, na een lange, enerverende dag met heel veel water... is het eindelijk tijd voor de uitspraak. Ik wil u vragen om allemaal te gaan staan. Want hier is meester Frank Visser. Gaat u zitten als u wilt. Heet het? Mm-hmm. Uitspraak in de zaak van de familie Moerkens tegen Maaskant Wonen, meneer Smitmans. Ja, sinds de familie Moerkens eigenaar is geworden van hun woning... mogen zij juridisch niet meer aankloppen bij de vroegere verhuurder voor de wateroverlast. Ze hebben hun woning gekocht in de volle wetenschap dat er een waterprobleem was... en kunnen dus in zoverre ook niet zeggen dat de woningbouw ze eigenlijk heeft opgelicht of iets dergelijks. Dat is niet het geval. De vordering van de familie Moerkens moet, wat dat betreft, dus worden afgewezen en... Maaskant Wonen heeft wat dat betreft dus gelijk. Echter, volgens de voorwaarden verbonden aan de erfdienstbaarheid van Overpad... moeten alle huiseigenaren meebetalen aan het onderhoud van de brandgang. En ja, een behoorlijke waterafvoer valt daaronder. Huiseigenaren die zelf dus geen last hebben van natte voeten... kunnen dus niet met droge ogen zeggen... wij hebben geen last en wij betalen niet mee. Nee, iedereen moet meebetalen. Belangrijkste meebetaler is dan wel weer de woningbouw. Want de woningbouw is eigenaar van de meeste woningen. Hoe moet dat nu praktisch? Moet vader Moerkens de deuren af in de straat met een collectezak? Dat is niet redelijk, dat is niet praktisch. Gelet op de voorgeschiedenis... lijkt het me een stuk redelijker dat de woningbouw wat dit betreft het voortouw neemt. Bovendien is de woningbouw eigenaar van de meeste woningen. En tenslotte heeft de woningbouw het administratieve apparaat om een en ander uit te voeren. Dat kun je niet van de familie Moerkens verwachten.
Daarom zal ik het volgende beslissen. Maaskant Wonen moet de door de deskundigen aanbevolen 3 zinkputten realiseren en de kosten daarvan voorschieten. Maaskant mag vervolgens op haar beurt de andere eigenaren hun deel in rekening brengen, zodat iedereen meebetaalt. Dat is mijn beslissing en de zaak is afgedaan. Dank u wel. Ik denk dat ik wel kan zeggen, gefeliciteerd. Dankjewel. Ja. Het is alleen jammer voor mensen wat droge wonen te deel over moeten betalen. Ja, dat vind ik wel jammer. Ja. Ik denk niet dat iedereen hier dan even blij met ons is, maar toch, we hebben gewonnen. We hebben eigenlijk met z'n allen toch gewonnen. Ja. U kreeg wel gelijk, meneer Smitsmans. Ja, we hebben eigenlijk allebei een beetje gelijk gekregen. Hè? De aansprakelijkheid die ligt niet uitsluitend bij Maaskant Wonen. Nee. Dus dat is goed nieuws. Maar toch is het een bittere pil waarschijnlijk. Nou, ik vind het geen bittere pil, want ik ben op zich blij met de oplossing. Maar wel met de verantwoordelijkheid waar die thuis hoort. Ik ben blij dat u zo over denkt. En ik wil u ook bedanken voor de sportieve houding die u sowieso vandaag heeft ingenomen. U gaat het oplossen. U gaat het zaakje bij de hand nemen. Dat staat als een paal boven water, zullen we maar zeggen. Ja. Ik wil u allemaal bedanken. En ik hoop dat jullie nog heel erg lang gaan genieten van de buurt, van de tuinen, van de vogels. We hopen dat. Want dat gunnen maar we niet. Maar nu zien we het goed. Dus. Fijn. Ja. Kleine traan. Ja. Van de opluchting. Bij Rinus ook. Grote traan. Borreltje doen. Ja. Klein borreltje. Nou, meester Visser, toch heel bijzonder om te zien dat een zaak die eigenlijk al 28 jaar lang voortsleept, binnen één dag zo in een stroomversnelling raakt. Ja, nou, ik ben in elk geval erg blij dat we het hebben kunnen oplossen. Ja, ook voor Christiane en Rinus, want die hadden al wel een heleboel voor de kiezer gehad. Nou, dat maakt niets uit voor de beslissing. Maar dan het is wel fijn dat het zo is. Hè? Nee. Maar het is wel fijn dat het allemaal goed is afgelopen. Zo is dat. Zit u nou thuis te kijken en staat het water u misschien ook wel tot aan de lippen? Aarzel dan niet langer. Bent u verwikkeld in een juridisch conflict? Mail ons dan. Komen wij zo snel mogelijk naar u toe. En dan lossen we het op. Ze hebben daarachter een put gemaakt, hier hebben ze verbeterd en daar ligt er ook nog eentje. We hebben gezien dat er achter in die buitenste putten al water inloopt als het regent. Dus we zijn er erg blij mee dat het is opgelost. Ik heb nog geen fractuur gekregen, maar het zal wel binnenkort komen van de woningstichting. Dat weet ik wel zeker. Rinus, kom je koffie en vlaai? Ja, ik kom.